Hi, this is Christian McBride. Kaik Alka Fridak Nar Jazz Teve. We hebben besloten dat we het gezellig gaan maken. En waar ik nou speciaal zo blij om ben, net als alle andere collega's hier. We hebben met z'n alle mensen die u hier vanmiddag ziet, hebben iets met Chet Baker gehad. Hebben hem meegemaakt. En het orkest dat hier voor u staat, gaat onder de illustere naam The Get Set. En staat onder leiding van trompetist Eve van Breen. White Hope, because
we needed someone to deal with Miles Davis, die iedereen achter zich liet, ook Chad natuurlijk, maar goed. Hij was toch de Great White Hope. He was handsome. Hij werd dus ook meteen voor films gevraagd. He was a Jimmy Dean sort of figure. En dat aura heeft hij altijd kunnen behouden. Heeft hij altijd behouden. Dus er zat een enorme romantiek over die man. Chad, die heeft dus de capaciteit gehad om echte emoties bij mensen los te brengen. En bij mijzelf persoonlijk ook. Dus als ik naar hem luister alleen en thuis op de bank, dan krijg ik hem. Werkelijk gevoel bij. Ik bedoel, kriebels in mijn buik. Het weekt een emotie los. Gaat zo diep dat je vol schiet? Ja, dat ik vol schiet, exact. Dat kan echt gebeuren bij hem. En ik ben een stoere jongen, dus dat gebeurt niet zo snel. En hij kreeg het toch voor elkaar. De tijd dat ik hem heb meegemaakt was die altijd op tijd, was keurig netjes, hij was funny, hij was leuk, fantastisch gekleed. Had, ik herinner me nog een of andere badge op, die had hij van een Italiaanse fan gehad. Er zat zo'n soort elektronisch dingetje in, als hij hard speelde dan werd dat ding rood. En als hij gewoon praatte bleef hij groen. En ik zat als een debiel de hele tijd naar dat lichtje te kijken. Nee. Maar Chad Baker was altijd op tijd, hij was gevat, hij was aardig, hij was together. Geen kwaad woord over Chad Baker, echt niet. Je moet Chad zien hoe hij heel lang geleden speelde en dan begrijpen hoe hij met zo min mogelijk toch zoveel indruk kon maken. Perfecte timing, echt jazz.
Ja, mijn naam is Roy Soelen en ik ben jazzliefhebber en ik kijk elke week naar Jazz TV. I'm Stanley Turrentine and please watch Jazz 13. TV. Oh. I'm Stanley Turrentine and please watch Jazz TV. Dit is een belangrijk moment. Ik heb me mijn hele leven al verbaasd over zoveel mensen monumenten komen en me afvraag waarom die er dan pas komen. En voor sommige mensen komen er helemaal nooit monumenten. En eindelijk gebeurt er eens een keer iets waarvan ik denk, kijk, dat hadden we nou echt nodig. Ik vind het daarom ook uiterst plezierig dat ik de man mag aankondigen die het initiatief genomen heeft. Begin er maar aan om zoiets op te doen. Daar heb ik echt heel veel respect voor. Ik wil graag een hartelijk applaus en een welgemeende waardering voor de man die dit allemaal heeft georganiseerd. Monumenten hier op Hagen. Welkom mensen, fijn dat jullie er allemaal zijn. Gelukkig dat het mooi weer is. Ik wil toch 5 minuten praten over chat. Meer tijd neem ik niet van de muziek af. Maar ik vind dat we dat voor ogen moeten hebben. Als die het podium opkwam, dan ontstond dat meteen dat bange gevoel van onzekerheid. Dat kwam ook door die altijd zo vage, kwetsbare glimlach van hem. En door de aanblik van zijn bijeengeraapte, vaak ook zo bizarre kledingstukken. Daaronder cowboylaarzen of blote voeten in sandalen. Die desolate impressie nam hij ook niet weg met een groet naar het publiek wat op hem stond te wachten. Al was het maar een of ander gebaar geweest. Hij was geen publiekszoeker. Hij was er voor de muziek. De ultieme muzikale perfectie. Soms, want naast de onnavolgbare hoogtepunten waren er, als je meer van zijn opnamen beluistert, ook evenveel of soms meer diepe dalen. In een gesprek met Chet heb ik hem die aspecten eens voorzichtig voorgehouden nadat hij mij vertelde dat hij de laatste tijd meer en meer onderging dat men hem onderschatte. Ik deed dat in de hoop dat hij eens wat meer over die randverschijnselen zou willen nadenken. En na mijn betoog keek hij me aan, glimlachte en zei tot mijn verrassing: "Yeah, you're right man, most people are not able to listen and feel my music." Het was bijna dezelfde uitspraak die ik van Hein van der Gein ooit vernam. De kern van die tekst is op het monument terechtgekomen. Het is een monument gemaakt door Bert de Jong en Roman Tsung als blijvende herinnering aan de man waarvan velen het erover eens zijn dat hij met zijn onevenaarde gevoel voor timing en muzikaliteit in staat was meer spanning te creëren dan wie ook. Dames en heren, nogmaals hartelijk bedankt. Ik geef nu het woord aan de... Ik heb het gedicht voor het publiek. En daar komt nog iemand. Mag dat zo dadelijk als het monument onthuld is, meneer? Ik nodig nu op het podium uit de wethoudster van kunst en cultuur van Amsterdam, mevrouw Van Bruines, die de onthulling zal verrichten. Dames en heren, ik mag nu de plaquette gaan onthullen. En dat doen we met heel veel genoegen. Thank you.
Gedicht voor Chet Baker, door een naamloze Amsterdammer. Jij die naar ons hart toe speelde, voor wie niets te gek, die Funny Valentine verenigde. Charlie Parker hoorde je al als vogel op de vensterbank. Als ik mij 0,0 voelde, zong jij Round Midnight. Jij die tot de dood tot bagatel maakte, die drums een lastig tikapparaat vond, die trompeteerde als geen ander, die lekken in eenzame hersens repareerde, die liefde voelbaar, secret love, nietwaar? Jij die van toeten en blazen, die het hardste zacht speelde voor de kip zonder kop, o die toon, die herkenbare chatklank, een medicijn tegen gekte. Wij die meezingen, I've got you under my skin. Tussen de verwezen steenklompen, in het zwartste plastic gegraveerd, these foolish things. Jij die het grote geld aanvloot, die duistere sloppen tot leven bracht. In mijn gedicht, een stijgende duizendpoot, vluchtend van die nostalgische walm, uit de hemelse jukebox, my funny Valentine, die wel en wee in de ether laat meesmeulen onder een regen van elektronische angers. Nobody to look for, niemand als voorbeeld. Betere mensen bestonden niet. Secret love, die onbewuste hoofden in slaap zingt. Ziekende nieuwsberichten over een zichzelf afbrandende wereld. Als je nog één lach hebt, gebruik hem dan op de weg die schoonheid heet, deze woorden, iets van ons aan jou terug te geven. Jij die de weg naar ons hart bespeelde met jazz music, die leven en dood overstijgt tot aan de dag van vandaag. Chet! Waarom was Chet zo archetypisch voor jou? Nou ja, omdat hij iemand was die zulke verstaanbare taal had. Hè? Dus de stukken die hij speelde en de soort improvisatie was zo makkelijk te volgen. En het had zoveel eigenheid. Het was ook zo bescheiden. Het was niet hard. Het was altijd zacht. En het was altijd intelligent met heel veel varianten. Hij had zo'n hele grote grabbelton, hè, waar je zo geniaal mee wist om te gaan. Zeer persoonlijk en super lyrisch. Heel bijzonder. Hij kon de muziek dragen en op vleugels brengen. En, nou, geweldig. Heeft me heel erg beïnvloed ook. Like no tomorrow.
Ik ben Fee Klaassen en ik ben zangeres en ik zing mee op Jazz TV. Hi, I'm McCoy Tyner. Please watch Jazz TV. It's very important. Ik denk dat ik een jaar of 6, 7 was toen ik Chet Baker voor het eerst zag in de Kurhaus in Scheveningen. En ik had toen de neiging om als klein kind altijd naar de eerste rij door te lopen en te gaan zitten op de plaatsen die verlaten waren door de fotografen die allemaal aan de rand van het podium hingen. En toen ontdekte ik dat Chet dat hij 1 of 2 snijtanden miste, dus hij begon dan trompet te spelen aan de linkerhand van aan de linkerkant van zijn mond. Dat obsedeerde mij zo erg, ik dacht waarom is er geen tandarts, waarom wordt die man niet geholpen? Jaren daarna zag ik hem dan op diverse podia, in Scandinavië was het al niet veel beter, maar had hij wel een gebit. En jaren daarna zag ik hem dan weer in de kroeg op de Leijmansgracht bij Tom en Linda. En ik zat dan op de eerste rij en dan keek ik echt naar Chet en ik keek die fontanellen aan, die hersenpan en die glucoseverbinding en dan kwam er dan die noot uit. En ik had het verhaal gehoord van al die blanken die bij Billie Holiday in de concertzalen zaten. Die dachten van, zij sterft vanavond op het podium, daar zijn wij getuigen van. Dus ik voelde me eigenlijk een ontzettende lijkenpikker. Het werd helemaal beklemmend, een fascinatie, een obsessie. En ik heb me ontzettend geschaamd en genoten. Dank u. Too weak.
Ik zou bijna zeggen, wat ging er door je heen? Nou, ik visualiseerde hem eigenlijk weer gewoon hier. Stralend en genietend van wat er allemaal gebeurde. Speciaal voor hem. Dus ik had zoiets van, ik hoop dat je dit leuk vindt. Geniet er maar van. Ja, ja, ja. Een beetje een aangrijpende middag toch wel betalen, vind je niet? Eigenlijk wel, ja. Heel veel muziek van heel hoog niveau. Ja, ja. En veel te laat gedaan dus. Ja, inderdaad te laat gedaan. Maar ja, het is gedaan, gelukkig. Ja. En daar gaat het om. Johnny. Jij komt wel in beeld, hè? Verjaardag. Ja. Mooie verjaardag. Nou, fantastisch. Het is natuurlijk heel toch ergens voor mij emotioneel. Toch wel tragisch dat chat toen, op vrijdag de 13e. Maar dat dit nu zo herdacht wordt, joh, dat is fantastisch. En ik blijf erbij. Ik vond het een grote eer om met die man te spelen. Ik bedoel, ik heb 2 tournees met hem gemaakt en 4 cd's gemaakt. En dat dit gebeurt, dat is fantastisch, joh. Ik ben gewoon heel diep ontroerd, joh. En ik ben nou helemaal niet zo'n prater. Ik bedoel, ik heb met Chet wel veel gepraat, maar daar speelden we. Ja, precies. En dat is het geheim. John, kom even hier. Ja. Je hoeft niks te zeggen. Je moet alleen wat aanpakken. Gefeliciteerd. Dankjewel. John is, dat hebben jullie al gehoord, jaar 13 mei. Hij heeft een bijzondere band met Chet Baker. Hij heeft veel concerten met hem gespeeld. Hij is op tournee met hem geweest in Japan. En ik weet hoe begaan hij is met Chet. En ik vind dat deze man, onze beste drummer in Nederland, dan ook een speciale herinnering verdient. Met name aan dit concert en alle concerten die hij samen met Chet Baker heeft gemaakt. John, mag ik je dit overhandigen? En ik vraag je om het meteen even uit te pakken. Nou, druk het papier er maar uit. Houd op de kop. Ah, kijk eens aan. Wow. Voor John Meijnhof zijn herinnering aan het tribute-concert voor Chet Baker op 13 mei 1990 en alle live concerten waarin je Chet begeleidde. John, alsjeblieft. Sorry, ik ben niet zo praten, maar ik ben zeer diep ontroerd. Ja. Verder heb ik niks te zeggen. Yeah.
pagina. Naam en functie. Bolleman M, Max. Opnametechnicus, eigen studio. Max, wat zijn jouw herinneringen aan Chet? Hij speelde zo zacht dat het wat bronzig, diepe, mooie velvet sound was. Echt een fluwelen, ronde, vette klank met veel lucht en spuug. Ook problemen met gebit wat eruit viel af en toe. En ik heb de meest vreemde dingen met hem meegemaakt. Soms kon hij ook helemaal niet spelen, begon hij te huilen en te slaan en zo. Dus je had echt wel, hij was aanwezig. En hij nam ook beslag van je. Maar niet op een negatieve manier, maar het was als Chet er was het Chet en dan kon je daar niet meer omheen. Een verschrikkelijk aardige man. En een behoorlijk lastige man soms. Wat was het lastige? Het lastige was dat je geen pijl op kon trekken of hij wakker was of sliep. Ja, dat was gewoon een man met een verschrikkelijk grote diepgang. Dit, hart, emoties. Dat vind ik het belangrijkste in muziek. Ik moet zijn emoties moeten. Als de muziek heel diep gaat, dan huil ik van binnen. En ook plezier. En alles, dat is het mooiste wat er is. Dat is eigenlijk het mooiste geschenk. Wat ik eigenlijk een bepaalde dimensie die ik meegekregen heb. Maar de shit begint wel elke dag opnieuw hoor. Hallo, mijn naam is Denise Jenna. Ik woon in Utrecht, daar hebben we helaas geen Jazz TV. Maar ik ben wel heel erg blij dat het in Amsterdam tenminste al op gang komt. En ik hoop op veel en veel meer, want tot nu toe was het te weinig. Dag! This is Ernie Watts, and please listen to Jazz TV. Prachtige plaketten, hoe kom je eraan? Er is door mij 8 jaar geleden een pasteltekening gekocht op een jazzfestivalletje in Deventer. En dat portret dat hangt bij mij al 8 jaar aan de muur. Ik vond dat als er hier een plaquette moest komen, dat die kop
erop moest staan. Want dat was de doorleefde kop zoals ik Chet kende. Ik heb met meer mensen heb ik contact gehad, ook kunstenaars. Die wilden dan iets symbolisch maken, een gebroken trompet of zo. Maar ik vond de mensen die hier zouden komen, die moesten Chet zien zoals ze hem kenden. En vandaar dat dit is het geworden gewoon. En daar ben ik echt gelukkig mee. Bob, hoe heeft de persoon Chet Baker jou getroffen? Nou, ik ben 65 jaar. Toen ik 19 was, kocht ik mijn eerste plaat van Chet. En dat was met het pianoloze Mulligan Quartet. Dat is door blijven gaan. En ik heb zo'n beetje alles, denk ik, op vastgelegd wat er van hem is. Ruim 200 cd's. En dan is het een man, een muzikale perfectionist die improviseert op een manier en bergen beklimt waar anderen nog nooit gekomen zijn, volgens mij. Op het puntje van je stoel. Zo is het bij mij, nog steeds. Als lyricus? Als lyricus, maar ook als een man die akkoorden uitspint op een manier die een andere trompetist of een andere muzikant niet doet. Hij kon in akkoorden vroeten terwijl hij er geen bal verstand van had, want hij kon amper lezen. Hij deed alles uit zijn blote bol. Het mooiste verhaal is nog een keer dat ik hoorde dat dat muzikant... Hij zei, ik speel in elke setting, zei hij. Maakt niet uit. Als mensen vroegen in welke setting speel je dat, zei hij, wat jullie willen. Zei hij altijd. En toen hadden ze een stuk gecomponeerd in D. Daar hebben ze heel hard op geoefend 2 uur lang om dat te spelen. Want dat valt verdomme niet mee om in D te spelen. En dat stuk hoorde gewoon in C-mineur gespeeld te worden. Want D is in kruisen. Ja. En toen kwam Chet de volgende dag en zei ze, nou, daar breekt die gigant. Dus iedereen stond te genieten. De geluidstechnici stonden zich al te verkneukelen. En hij speelde het zo weg, de eerste toon. En iedereen stond gigantisch versteld dat hij dat zomaar kon in een setting die hij ook nog nooit gespeeld had. Puur intuïtie? Ja. Absolute pure intuïtie. Torenhoogte die nimmer door een ander overtroffen is. Kijk, deze meneer die heeft nog even tussendoor. Laat nog even zien hier het rijtje. Each day is Valentine's Day. I'm Jack McDuff, and would you please listen to Jazz TV? Because this is where it's happening. Thank you.